Hallo iedereen, ik ga even kort mijn ervaring vertellen over het boek Alles wat er was van Hannah Barefoot. Het boek gaat over 8 personen die in een school een wetenschappelijk programma gaan opnemen en dan plotseling een hele luide knal horen. Ze weten niet wat het is, maar ze merken wel op dat buiten het gebouw er een heel dik rookgordijn opduikt en ze krijgen ook meteen daarna te horen van de overheid dat ze alle ramen en deuren moeten dichtdoen en dat ze op hun locatie moeten blijven. Ze worden dan op dat moment dus volledig geïsoleerd van de samenleving. Het is een heel moeilijk en psychologisch boek waarin de mens uiteindelijk zijn normen en waarden uit het oog verliest. Wat ook opviel was dat er na een bepaalde tijd van een isolatie en vervreemding optrad van de wereld die ze eens kenden. Het boek heeft mij na het lezen nog een redelijk lange tijd doen nadenken over de situatie waarin de mensen zich bevonden. En ook over hoe een mens kan veranderen in zo'n situatie. Ik raad het dus vooral aan goede lezers die graag nadenken en die ook graag een uitdaging hebben. En aan mensen die geïnteresseerd zijn in apocalyptische boeken.